Dat wordt een vlindertje. We zitten bij de vogelshow. Alle vogels in de vogelshow. We gaan genieten van. Je gaat zien, je gaat meekijken. Ja. Wat verwacht jij ervan? Vogels, heel veel vogels. Heel veel vogels. Ja, een vogelshow, ik had niet verwacht. Thuis Seriema's zijn echte loopvogels. Lopen met hun lange poten over de pampa's van Zuid-Amerika. Gaan daar op zoek naar allerlei soorten voedsel: bloemetjes, vruchtjes, insecten. En ook kleine reptielen staan er op z'n menu, waaronder slangen. Hier gaat onze Fusa even demonstreren hoe hij een slang zou doodmaken. In de natuur zou het uiteraard een echte slang zijn, wij gebruiken hier een nepslang. Een achterslang achter de kop gaat op zoek naar een harde ondergrond, bijvoorbeeld een steen. Als dat goed is, gaat ze zo meteen weer terug. Opletten, dan kun je nou gaan rennen. Die kant op. Blijven rennen. Hoppa, stop maar. Klein nog een beetje tegenstribbelt. Zal ik waarschijnlijk zoals ze zo meteen proberen. Ik ben hier even de bosjes in. Ze zijn heel erg schreeuwerig vandaag. Dat zijn onze ara's, hele kleurrijke vogels uit de bossen. Dat 2 en 2 vinden de bossen. Ze verzorgen elkaar, hoe ze elkaar sferen op plekken waar ze zelf voorbij kunnen. Kortom, ze doen echt alles samen. Zonder een stel, dan zit hier achteraan deze twee dieren. Dan zou je natuurlijk niet zo snel tegenkomen. Om zich daar goed te doen. Aan het fruit. Onze toekan is niet zo'n hele behendige vlieger. We zullen het zo meteen zien als ik de laatste terugvlucht naar huis maak. De deur even laten staan waarschijnlijk. De dubbele horen op haar snavel fungeert als een klankkast. De klankkast waarmee ze de fluit, als ze produceert, extra kracht bij kan zetten. Waardoor ze extra goed gehoord wordt. Dat zijn onze laatste vogels. Wij hebben tot nu toe al onze vogels natuurlijk gedrag laten vertonen. We gaan een muntje geven aan een goed doel. Ga maar vast even staan. Wij zien allemaal een handpaardje. Robbie moest weer een tosti en ik zit hier lekker aan mijn Unox. We zitten hier lekker binnen, het is druk, het is echt warm en druk. Ik zou het tegen Robbie in Nederland, het is echt kuddevol, ik weet je wel, ze gaan echt op elkaar zitten, Nederlanders. Altijd bij elkaar en knus en zo. En nou zitten we heerlijk te genieten hier, het is echt sterfs benauwd hier binnen ook. Wat heb je? Een tosti Hawaii. En wat zit erop dan? Ham, kaas en ananas. Ananaski! Ga maar een hapje nemen. Ja.